Het staatsbezoek van premier Erdogan is niet onopgemerkt gebleven. Het ging gepaard met veel protest uit verschillende hoeken. Weg met Erdogan, weg met zijn AKP-partij, weg met onderdrukkende islamitische gedachten. Levende vrijheid dan voor iedereen. Wat betekent eigenlijk het bezoek van Erdogan voor de Turkse gemeenschap hier? Ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier ervaart, maar zeker in het kader van 400 jaar betrekkingen en een grote Turkse gemeenschap in Nederland, denk ik dat alleen maar tot positieve dingen kan leiden, althans dat hoop ik. Emre Ünver is de kersverse voorzitter van het inspraakorgaan Turken, die 9 landelijke federaties representeert vanuit de Turks-Nederlandse gemeenschap. Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit! Wij staan hier vandaag omdat Erdogan in Nederland is. Maar voornamelijk om zijn discriminerende uitspraken over homoseksuelen, maar in eigen land ook erg racistisch tegenover de Alewieten en andere etnische groepen. Dus ja, we gaan hem gewoon verwelkomen. Wij protesteren vandaag tegen de komst van premier Erdogan van Turkije. En waarom? Wilt u niet dat hij komt? Het gaat er niet om dat hij wel of niet komt, maar het gaat er wel om wat hij in Turkije doet en wat het beleid van zijn partij in Turkije is. En dat is? En dat is een onderdrukkende beleid jegens de Alewieten, jegens de journalisten die niet met hem eens zijn, jegens de vakbondsleden die niet met hem eens zijn, de Koerden, de christenen, iedereen die niet met hem eens is, daar heeft hij een probleem mee. Er was een demonstratie tegen de jeugdzorg en voor Erdogan bij de Islamitische Universiteit Rotterdam. In Den Haag protesteerden Alewieten, Koerden en Sidi-jongeren tegen Erdogan. Heeft u niet het idee dat het misschien tot verdeeldheid binnen de Turkse gemeenschap heeft geleid? Nou, ik denk dat de Turkse gemeenschap, die is net als de Nederlandse gemeenschap, zeer divers en gesegregeerd langs verschillende lijnen. Ik heb vandaag nog een radiodebat gehad waarin ik juist het compliment mocht ontvangen namens de Turkse gemeenschap dat de protesten allemaal vreedzaam zijn verlopen. Ik zou het pas spijtig vinden als gevechten in de gemeenschap wat er in Turkije gebeurt op de Amsterdamse of pleinen in Rotterdam gevoerd zouden worden. Ik constateer dat het niet is gebeurd. En om een beetje protest te hebben, als wij straks de koning inhuldigen in het land, dan zullen we zien dat er ook protesten zijn. Dat past gewoon bij Nederland. En de Nederlanders die zeggen, ja, dat zijn interne aangelegenheden van Turkije. Waarom moet dat in Nederland? Mensenrechten zijn nooit interne aangelegenheid. Mensenrechten zijn internationaal en daarom gaan ook ons aan. Erdogan heeft duidelijke uitspraken gedaan ook op het Nederlands beleid, wat al dagenlang het nieuws is. Dus wat dat betreft mogen de Nederlanders ook hun stem laten horen. Wat vindt u ervan dat mensen altijd zeggen, interne problemen uit Turkije worden hier naartoe getransporteerd? Door de Turkse gemeenschap? Iedere mens heeft een identiteit bestaande uit verschillende facetten. En als iemand vanuit zijn Turkse identiteit een probleem ervaart en dat manifesteert zich hier, dat kan. Dat kan. Maar ik weet niet of interne problematiek vanuit Turkije nou per se Nederland in wordt geïmporteerd. Als dat wel het geval zou zijn, zou ik daar in ieder geval een tegenstander van zijn. Wat mij betreft leven in Nederland, ook als die Turkse gemeenschap onderdeel, volwaardig onderdeel van deze samenleving. Dan als we problemen hebben in Nederland, dan lossen we dat hier intern wel op. Juist hier lossen we dat intern wel op. In de media was het bijna oorlog. Hè? De Turkse media zei wat, de Turkse politici zeiden wat, de Nederlandse politici, de Nederlandse media. Hoe kijkt u naar deze commotie? Nou, ik vind het echt spijtig om meegemaakt te mogen hebben hoe dat verliep. Zowel vanuit de Turkse media als de Nederlandse media. Vanuit de Turkse media werd er een situatie gecreëerd alsof duizenden kinderen bij moeders weggehaald zouden worden en bewust bij christelijke gezinnen zouden geplaatst worden. En er werd echt een hele verkeerde ophef over gecreëerd. En tegelijkertijd, de Nederlandse media was wel heel happig weer om de Turkse gemeenschap als de Turk vindt dit over één kam te scheren. En dat wij-zij-cultuur, die tegenstrijdigheid, laten we in ieder geval constateren dat de media daar ook een rol in heeft vervuld. En dat vind ik spijtig. En wat betekent dit nu met de nasleep van al deze commotie? Nou, laat ik vaststellen dat ik heb vertrouwen in dat we dat vreedzaam samenleven in Nederland. Dat blijven we gewoon doen. Laten we hopen dat uit deze slechte gang van zaken er in ieder geval één positieve ontwikkeling komt. En dat de Turkse gemeenschap inmiddels bekend is met het fenomeen pleeggezinnen. En dat ze zich massaal aanbieden en verantwoordelijkheid willen nemen in deze. Erdogan liet weten dat wat hem betreft islamitische kinderen niet bij homoseksuele pleegouders terecht moeten komen. Hij ziet ook een taak hierin voor de Turkse maatschappelijke organisaties in Nederland. Ziet u daar een taak voor uzelf als IOT? De taak wat ik bereid ben om als IOT op te pakken is onder de gemeenschap
echt kenbaar te maken dat zij hun verantwoordelijkheid kunnen oppakken en zich kunnen aanbieden als in de pleegzorg om zo'n kind op te vangen. Dus dat is de taak wat ik voor de IOT zie weggelegd. En gaat u dat ook oppakken de komende jaren? Daar kunt u wel van uitgaan. Ik denk dat we daar al enigszins mee begonnen zijn. Ja, hoe bent u er al mee begonnen dan? Nou, er zijn verschillende bestuurders. Ik heb zelfs een medebestuurslid wat zo'n rol vervult. En je merkt nu alleen al door het dialoog te starten en door dat gesprek aan te gaan. Het begint bij het kenbaar maken in de achterban dat zoiets is en dat je zo'n verantwoordelijkheid kan pakken. En als men daarbij gefaciliteerd wilt worden, dan kunnen we als IOT daar een rol in oppakken. Wat betekent dat voor de relaties van Turken in Nederland met de Nederlanders in Nederland? Nou, dat kan per persoon verschillen, maar wat mij betreft gaan we gewoon zorgen dat dat steeds verder verbetert. Ook daarin heeft IOT namelijk een deel van haar bestaansrechten aan te ontlenen. U denkt niet dat er een kloof is ontstaan? Ik denk dat er op onderdelen een kloof sowieso was. En of die kloof nu groter is, dat kan het geval zijn. Maar dat geeft je alleen maar de plicht om weer richting elkaar toe te werken. Thank you.